Dat is volgens mij een verwarring. Als ze mager zijn, dan zijn ze niet afgetraind, dan hebben ze te weinig kracht. En doordat paarden voller in de spieren komen, lijkt het heel snel alsof ze te dik zijn, maar hebben ze eigenlijk meer bespiering, waardoor ze beter kunnen presteren. Vanaf mijn ponytijd was ik op zoek naar iemand die de begeleiding van mijn ponies en later ook mijn paarden op zich wilde nemen. We waren op zoek naar iemand die ervoor zou zorgen dat de paarden niet tegen blessures aan zouden lopen en gezond en happy van start zouden gaan. En daarin hebben we samen met Dan Bodegraven gevonden. We liepen alleen vervolgens het probleem aan dat de paarden te schraal bleven en niet voldoende bespiering hadden. Wij zijn op zoek gegaan naar een oplossing hiervoor en zijn uitgekomen bij een topsportboer in de samenwerking met Pavo. Pavo werkt al jaren samen met de dierenartspraktijk in Bodegraven. Samen zijn we op zoek gegaan naar een voedingsoplossing voor dit probleem. Uit de bloedanalyses bleek dat de paarden een eiwittekort hadden. En deze eiwitten zijn zo enorm belangrijk voor een goede spieropbouw. Doordat we al jaren ruwvoer laten analyseren, weten we dat de eiwitgehaltes in het ruwvoer aan het dalen zijn. En voor paarden die moeten presteren is dat funest. Daarom hebben we een topping ontwikkeld ter aanvulling op het totale rantsoen. En deze topping bevat juist extra eiwit voor een veel betere spieropbouw. Met het nieuwe voer zien we dat de paarden beter in de bespiering zitten, meer vermogen hebben zonder dat zij heter worden. Veel mensen willen graag magere eventing paarden. Ik heb zelf liever een paard dat wat voller in de bespiering zit, daardoor meer vermogen kan leveren. Deze bespiering krijgen we alleen door het toevoegen van eiwit. Dit levert paarden veel vermogen zonder dat ze heet worden.